Good evening. Nice to meet you. I'm always supposed to look at that. She's a camera from your country. There it is. Okay. How do you do? How do you do? Meeting, you're right. You're right. Lexman, your crown prince has already visited Japan and yourself. So three very important persons visited Japan. This was high time, because the last time that the Belgian Minister for Foreign Affairs visited Japan 12 years ago, so. Is that so? 12 years? I was in your country. Cities. You also go to Osaka and Tokyo. Just arriving, right? Just coming from the plane. Oh, really? Yeah. Well, straightly? Not straight, we passed almost by the almost residence for 10 minutes just to a quick show. Okay. Wel, we zullen een gesprek hebben over een aantal internationale aangelegenheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van Japan in de Veiligheidsraad, maar vooral ook bilaterale zaken die mij toch sterk interesseren. Ik hoop dat we een stap kunnen zetten in de richting van een directe luchtverbinding tussen Brussel en Tokio, enerzijds. En anderzijds hoop ik ook dat wij kunnen starten met de gesprekken over een dubbel belastingsverdrag dat zou moeten maken dat de investeringen van Japan in België vergemakkelijkt worden. Thank you. Okay. Thank you very much, sir.